Wat komt er allemaal kijken bij een keukenverbouwing? Of nu gaat het om een nieuwe keuken of om een keukenrenovatie, wat je hier ziet. Maakt eigenlijk niet zo heel veel uit. Dus zolang de keuken op dezelfde plaats blijft, heb je te maken met veel zaken. Veel zaken die helaas fout kunnen gaan. Dus ook hier een goed stappenplan gebruiken, zoals zit in onze verbouwtool. Zou ik zeker aanraden, echt. Het belangrijkste is, waarschijnlijk ga je niet alles zelf doen. Huur je een vakman in of vakmensen voor de verschillende onderdelen, of je besteedt het helemaal uit aan een keukenbedrijf. Dan nog is de ervaring van mij, maar niet alleen van mij, van veel meer mensen die al heel vaak verbouwd hebben, is dat niemand zich echt verantwoordelijk voelt en dat alles uiteindelijk bij jou terechtkomt. Dus laat ze dit zitten. Die wandcontactdoos uit het midden. Je ziet, hij zit uit het midden, dus hij moet een beetje naar links. Als jij niks zegt, ook al staat dat ergens in een mailtje of op tekening of in appje. Als jij het niet zegt, als het misdreigt te gaan, dan zal niemand gaan betalen, zeg maar, om dat later te corrigeren. Stel dat het helemaal gemaakt wordt en het wordt gestuukt en geschilderd en alles is helemaal klaar. En dat stopcontact zit niet goed en dan pas denk je, oh ja, die moest daar in het midden zitten. En dan ga je terug zitten kijken in jouw appgeschiedenis of in je mails of in je afspraken. In het midden dan denk je, oh, probleem van die elektricien, die heeft het niet gedaan. In de praktijk wordt er nooit betaald door die elektricien. Of gaat hij nooit dat, zeg maar, helemaal repareren en dan de stukken door opnieuw laten komen om dat gat weer te dichten. En opnieuw te sausen op zijn kosten. Dat is gewoon niet de praktijk. En daarom adviseer ik om gewoon zelf grip te houden door zelf een goede planning te hebben, een goede stappenplan, zoals dus in onze verbouwtool zit. Dat is de reden waarom ik deze video maak, want we hebben te maken niet alleen met elektra, we hebben ook te maken met water, watertoevoer, waterafvoer, ook heet water aanvoer, afvoer dus met de afsluiter voor in dit geval de vaatwasser, maar als je een stoomoven hebt, heb je ook nog een extra afvoer voor de stoomoven natuurlijk heeft ook dit, de wasbak, een riolering aansluiting nodig. En dit is, zeg maar, de aansluiting op het sifon die onder in de bak zit. En dit is de aansluiting voor de noodoverloop. En als je geen noodoverloop hebt, omdat je dat niet mooi vindt of je bent vergeten een wasbak te kopen of te kiezen met een noodoverloop en je hebt een waterschade later, dan is dat niet verzekerd. Ik heb nog geen één verzekeraar gezien, zeg maar, die in de kleine lettertjes niet heeft staan. Als je geen noodoverloop hebt, dan is waterschade uitgesloten. Dus, en natuurlijk kun je denken van ja, wanneer gebeurt het mij nou dat de wasbak overstroomt? Nou, ik denk dat iedereen dat zei waarbij dat is gebeurd inmiddels en afgelopen tijd, zeg maar. Denk daaraan, aan die soort dingen. Vaatwasser. Oven, stoomoven, koeker, al die apparaten hebben een bepaald wattage, hebben een bepaald vermogen. En niet alles kan op één groep, zoals je waarschijnlijk wel weet. Afzuigkap trouwens ook. Waterkoker is ook zo'n apparaat. Natuurlijk zul je nooit een heet water, een kokend waterkraan zoals een koeker is, samen met de waterkoker hebben, waarschijnlijk. Maar misschien voor een feestje toch wel. Dat zijn allemaal apparaten die hebben behoorlijk vermogen. Let daar heel goed op dat, zeg maar, niet ja, de groep er om de havenklap uitspringt of dat het echt moet worden aangepast later, terwijl alles helemaal is gemaakt, zeg maar. Ook dan zal een echte elektricien niet zo snel thuisgeven. Ik denk dat dit een punt is waar je al eerder met hem over kunt gaan praten, maar let daar op. Ja, je ziet wel, hier moet ook behoorlijk nog afgewerkt worden qua stukken. Stukken op hout is lastig, dus er moet eerst gips op. Daar zitten we met gips op gips. Hier zitten we op een houten gladde kozijn. Nog weer anders. Daar zitten we op oud tegelwerk. Hier allemaal verschillende ondergronden. Die stukken door, die is waarschijnlijk heel handig. Maar ik maak het zo vaak mee dat de stukken door, zeg maar, 's morgens om 8 uur wil beginnen. En dan zegt hij, oh ja, dit en dat en dat en dat en dat is allemaal nog niet goed. Repareer dat, zorg dat het goed is en dan kom ik wel terug.
En vervolgens heeft de stucadoor de komende weken geen tijd en dan komt hij veel later, loopt jouw planning uit, et cetera. Terwijl met een goede planning, nogmaals, dan kun je dat echt voorkomen. En ja, heel vaak zeggen ze, verbouwen, renoveren is improviseren. Daar ben ik het ten dele mee eens. Maar ik denk dat er ook altijd een heel groot aspect is van, denk eerst goed na vooraf en dan pas zeg maar de mensen inplannen. En zeker niet uitgaan van de expertise van die mensen en die alles laten regelen. Als je ook denkt van hey, de elektricien gaat met de stucadoor en de loodgieter en de keukenbladplaatser. En al andere mensen overleggen en dan samen hun planning afstemmen en dan komen ze om de beurt om alles te doen in de keuken. Dat gaat echt niet gebeuren. Echt, ik heb het gewoon nooit meegemaakt. En ondanks dat ik denk dat er echt heel veel goede vakmensen zijn, plannen bij verbouwers, bij klussers, bij aannemingsbedrijven, is gewoon niet hun sterkste kant. Of je moet de hoofdprijs betalen. Als je zegt tegen een aannemer, ik wil een nieuwe keuken en zo moet het worden en jij moet alles doen en ik wil nergens iets mee te maken hebben, en dat je dat van tevoren ook al zegt. Van, als iets mis is, dan is het voor jou een probleem. Dan schrijf je het ook op. Hè? Ook als je later oplevert, zeg je, het kost €500 per dag dat je later oplevert dan die ene datum. En dan zet hij zijn handtekening onder. Dan heb je wellicht iets. Maar ik denk dat het geen fijne situatie is. En dan nog zou ik bijna dagelijks een werkoverleg hebben als ze met zoiets bezig zijn. Dus ja, deze ruimte is veel kleiner dan de slaapkamer. Maar er komen zoveel disciplines bij kijken. Je ziet bijvoorbeeld hier al. Beschadiging op de vloer. Wie zijn risico is dat? Had jij de vloer moeten afdekken? Had je hem goed moeten afdekken? Was dat risico van de klusser? Al die soort zaken. Het komt vaak allemaal bij jouzelf terecht. Keukenblad. Nou, daar heb je ook mee te maken. En dat is natuurlijk super leuk om uit te zoeken. Hè? Kies je voor graniet. Voor composiet. Zoals deze. En deze. Mooi. Composiet is iets onderhoudsvriendelijker dan graniet. Niet echt heel veel goedkoper trouwens. Ja, ietsje. Kies je voor beton. Kies je voor gewoon een fineerblad. Hè, die je gewoon bij de bouwmarkt kunt kopen. Zoveel keuzes. Of laat je tegelen. Of, ja. Je kan tegenwoordig ook echt met verschillende materialen. Verschillende kleuren. Kun je het ook helemaal laten gieten. In bijvoorbeeld kunsthars. Echt. Je hebt eigenlijk... Nou, niet te veel opties, maar er zijn heel veel opties. Super mooi om uit te zoeken. Ik zou zeggen, doe dat ook. Maar laat dat ook niet de hele keukenverbouwing bepalen. Want als jij alleen maar bezig bent met dat blad en andere mensen gaan door, dan lopen je weer achter de feiten aan. Niet handig. Nou, wat meer. Verlichtingsplan. Dit zijn oude lampen. Er moet waarschijnlijk een nieuw... Of hier moet een nieuw verlichtingsplan komen. Maar bij de meeste keukens moet een nieuw verlichtingsplan kopen. Kansen grijpen, zou ik ook zeggen. Want... Hier zie je in deze hoek echt een open ruimte van denk wel een halve kuub. Wat ga je daarmee doen? Leg je daar gewoon een blad overheen of zeg je van ik ga er iets maken wat een bergruimte wordt? Want tegenwoordig willen heel veel mensen geen bovenkastjes meer. Dus je gaat inboeten op je opbergruimte. En dan klinkt het natuurlijk heel erg modern en heel erg fijn. En super strak hè, als dat helemaal wit is, maar plotseling heb je geen bovenkastjes meer. En op dat moment, als je die keuken in gebruik neemt, dan denk je, oh, er was een reden voor bovenkastjes, want mensen hadden die vroeger nodig en daarom zijn bovenkastjes ontstaan. Los van de hele trend, zeg maar, van geen bovenkastje meer. Ik wil het gewoon noemen, die soort opbergmogelijkheden, ook hier zit zo'n hoekje. Daar kun je wellicht iets mee met opbergvakken, want laten we eerlijk zijn, dit is mooi. Plankjes, maar daar kun je feitelijk, ja... Een paar potjes opzetten, maar dan is het al vol, zeg maar. Dus het is altijd een balans zoeken tussen praktisch en mooi. Kwaliteit van de materialen. Ik adviseer altijd de inbouwapparatuur online te kopen. Er is zoveel geld te besparen. En, ja, dat is niet zomaar 10% of 20%, dat is soms wel 50%. Online webshops die concurreren elkaar echt de tent uit. En als je dan zeg maar... bij een mandenmakersgroep of bij een concurrent of bij wat voor keukenwinkel dan ook binnenloop bij een Bruinzeel. Ik wil echt niet, het gaat niet om het merk keukenbedrijf, maar zodra je binnenloopt en je gaat die apparaten kopen bij een keukenbedrijf, dan ja. Ja, zij snappen dat ook, hè. Zij weten dat jij wellicht ook online hebt gekeken
Maar dan toch kiest om bij dat keukenbedrijf die te gaan kopen. En dan snappen zij ook dat je gewoon bereid bent om gewoon de veel hogere prijs te betalen. Het is nu eenmaal zo, internet heeft heel veel voordelen. Prijsvergelijk, is er één. En dat scheelt voor die apparaat heel veel. Vooral als je voor topmerken kiest, zoals een Miele, een Whirlpool, een Bosch, etc. Keukenkastjes, veneer, hout, aluminium, zelfs volledig hout deurtjes. Je kunt van alles doen. Dit kun je overschilderen, dit kun je laten lakken. Je kunt er plastic overheen plakken of je kunt ze helemaal laten vervangen. Allerlei opties. De plint aan de onderzijde wordt vaak een beetje genegeerd. Kijk ook naar oplossingen. Je hebt ook heel veel nu tegenwoordig met LED-verlichting erin. Kan heel mooi zijn als je ervan houdt. Ja, kan echt wel strak zijn. Ik zou zeggen, kijk ook vooral naar de kleuren die je wilt doen in het plafondplan. LED-licht aan de onderzijde, ook erg belangrijk. Muurafwerking. Tegenwoordig willen heel veel mensen stukken. En dan watervaste lak. Watervaste verf. Bijvoorbeeld vooral achter de keukenkraan. Achter het kookgedeelte. Dat is mooi, werkt ook goed. Hè? We testen dat ook op bij ons op de site van Verbouwkosten. Dus als je zoekt op verbouwkosten.com verf watervast, dan vind je dat. Overigens vind je ook alles over de kookplaten. Dus zoek je op elektrische kookplaten. Dan zie je het verschil tussen inductie, keramisch, wat daarvan de beste is. Of moet je toch voor gas kiezen? Verbouwkosten, kookplaten. En dan vind je al die artikelen bij elkaar. Ook de kosten ervan, de voor- en nadelen, et cetera. Dus die watervaste verf. Mooi, maar nooit helemaal 100%. Vooral niet met een huishouden, maar met kinderen. Bijvoorbeeld dat nog wel behoorlijk gespetterd wordt. Houd daar rekening mee, zou ik zeggen. Dit is een mooi voorbeeld trouwens van zo'n randje. Wat ga je mee doen? Hè? Als je dit laat stukken, dit randje. Nou, er worden natuurlijk glazen opgezet, potjes, misschien een zeepdispenser. Daar ga je kringen op zien, dus daar ben je dan ieder jaar een beetje aan het schilderen. Of je accepteert dat er kringen en viezigheid ontstaat. Dus liever heb je hier gewoon een harde afwerking. Toch een soort vensterbank, ook al is dat misschien niet zo strak als stucwerk. Ook weer zeg maar de balans tussen wat is mooi, maar wat is ook echt praktisch. Want contactdozen laten ze aansluiten natuurlijk op het design van de rest van de woning. Waar ga je handdoeken laten? Hier twee haakjes. En waar ga je de prullenbak laten? Hier zit de prullenbak echt hierin, maar die is veel te klein. Ouderwets, plus je moet twee handelingen doen, want als je hem open doet, dan komt de prullenbak niet mee. Super onhandig. En natuurlijk tegenwoordig met de duurzaamheid, heel erg belangrijk, scheiden van afval, hè? Dus je wil plastic, ja, gewoon het echte groen afval, restafval en misschien ook nog wel papier. En papier is vaak heel veel. Eigenlijk krijg je dat niet goed in één kastje weg, dus ja, houd er ook rekening mee. Greepjes. Wil je die ouderwetse of die? Of wil je greeploos? Hè? Vooral mooi met een glanzende lakkeuken. Zoveel keuzes, maar belangrijk om er vooraf goed over na te denken. Wat je wilt, wat ook op aansluit bij de materialen. Tegenwoordig is ook de trend om geen chrome kranen meer te hebben, maar zwarte, matzwarte kranen. Ook ja, mooi, maar een trend. Hoe lang die duurt, weet ik niet helemaal. Ik denk niet dat het echt een blijvende trend is, al dat zwart wat tegenwoordig is. Maar je kunt er natuurlijk voor kiezen over die kranen. We hebben ook een podcast, een verbouwkosten podcast. Dus als je googelt op verbouwen podcast, dan vind je alle podcasts. We zitten nu volgens mij op 250 of zo. Ook een speciale podcast over die hete waterkranen. Kokend waterkranen. Dus niet deze, maar in ieder geval die gaat hier wel komen. Je kent misschien het merk Koeker. Dat is het grootste merk, maar er zijn heel veel andere merken die goedkoper zijn. Ook daar hebben we informatie over. Je kunt ook gewoon googelen, verbouwkosten.com. Kokend waterkraan, daar vind je daar alles over. Hebben we dan alles een beetje gehad? Ik kreeg de vraag ook van meerdere mensen van maak eens een video van een keukenverbouwing wat erbij komt kijken. Best wel veel, want nu duurt hij al 14 minuten de video. En ik denk dat ik niet eens iets dubbel heb gezegd. Het is allemaal nieuw, 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 zeg maar. Handig in dit geval dat je onder de vloer kunt. Dus je kunt leidingen leggen, toevoer, afvoer. Hier zit vloerverwarming, dus houd er ook rekening mee natuurlijk. Ook trouwens, als je aan het verbouwen bent, ben je niet verzekerd, hè? Dus als je hier nou schade maakt en de hele vloerverwarming gaat stuk, is het niet verzekerd. Wil je dat wel verzekerd hebben, kun je een aparte verbouwverzekering voor afsluiten. Ook daarop kun je googlen verbouwkosten, verbouwverzekering, dan vind je er alles over. Nou ja, waarschijnlijk vergeet ik nog heel veel dingen. Het zit allemaal in onze verbouwtool.
Dus als je zeker wil weten dat je alles gewoon tackelt, dat je bij alle stappen gewoon informatie hebt. Onze Verbouwtool is daar de meest geschikte oplossing voor. Je weet ook van tevoren wat alles gaat kosten. Dus natuurlijk gaat die makelaar zeggen tijdens de fundafase, als je gaat bezichtigen van een keuken kost dit, een badkamer kost dit, het laatste stukje kost dit. Maar vaak is dat een zware onderschatting. Hij zal ook geen tegenvallers, et cetera, noemen. Die zit in onze Verbouwtool wel. Dus wil je alles weten? Verbouwkosten.com/verbouwtool. Dan vind je daar alles over. Bedankt voor het kijken. Hopelijk had je iets aan de video. Waardeer je met een duim. En als je abonneert op dit YouTube kanaal, vind je alles over verbouwen in en om huis. Bedankt, tot de volgende video.